haaien. Ik verslik me in mijn eigen lucht. Ik moet in de keuken naar de gang. Eigenlijk ook boven naar de gang, want het ziet er allemaal niet uit. Ik ben met de wc bezig. En daar schrok ik van. Ze zei dat het altijd keurig met je schoon was. Nou, daar legt me meer stof en andere troep. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds zondag, de 22e van de 1e 2023, en we leven alweer reeds om 14:53. Dus ja, als je zelf stil zit, gaat de tijd wel door, hè? Ja, dat heb je altijd. Maar maakt er allemaal niet uit, dat kan de pret niet boeien. Het is vandaag weer triest, grijs en grauw weer. Ik had liever het weer van gisteren, maar ook dat doet er niet toe. Ik ga even lekker met meisjes naar buiten en ik moet in de keuken aan de gang. Heien, ik verslik me in mijn eigen lucht. Ik moet in de keuken aan de gang, eigenlijk ook boven aan de gang, want het ziet er allemaal niet uit. Door het hele huis niet, maar ik heb geen hulp. Nee. Nobody. En ik moet alles maar alleen nog doen. Ik moet het dakgebuis nog opruimen. Ja. Die hangen er ook nog. Dus ik denk dat ik eerst die takken losmaak voordat het nog erger buiten wordt. En dat ik dat binnen neerleg. En dan die vaatwassen doe. En dat ik dan die takken leeg haal, kan die takken weer weg, kan die boel opgeruimd worden, kan die bak naar boven toe. Ja, en dan kan ik tenminste ook handen. Ja, mijn kerstmannetje staat hier nog, die zijn brilletje is kapot. Nou ja, lekker belangrijk, laat maar gewoon staan. Ja, tot dat brilletje heel is, dan kan ik het altijd nog opruimen. Ja, toch? Maar ja, maakt het allemaal verder niet uit. We gaan gewoon weer aan de gang. En we zien wel waar het schip mag stranden. Ja, en het schip komt hier niet voorbij hoor, nee. Was het maar geen leugen, hè? Het schip met geld, ja. Dan was het al klaar geweest. Dan had ik een hulp in kunnen huren, maar dat ken ik ook niet. Maar ik betaal er nu wel voor, hè? Die 19 euro, nog wat. Je moet wel betalen. Maar het mag, je kan er pas over zeggen na 4 weken. Hallo? Ik vat het niet hoor, maar als je niet opkomt dagen, krijg je gewoon niet uitbetaald. Ben je ziek, is het wat anders. Maar ze komt niet op dagen. En het mag van Miep niet. Nou benoem ik wel jullie naam. Miep. Ja. Ga niet met Miep in zeil om hulp in de huishouding te krijgen, want je schiet geen centimeter op. Nee, ik overleg dit met mijn begeleider en ik moet gewoon beter. Kom op zeg, wat is dit voor flauwekul. Dus, maar het komt wel goed, we gaan gewoon de gemeente bellen, want dit werkt niet. Nee. Dus. En mij de schuld geeft, terwijl ik het er zelf vraag. Hallo? Kom op. Maar oké, dat valt ook te zien, hè, in mijn vlog. Zoek die vlog maar op van Wilma. Ja, big smile. En ze gaat er helemaal voor zitten. Nou ja, hè. Maar oké, maakt het allemaal niet uit. Ik ga mijn meisjes even uitlaten, want dat maakt wel uit. Die moeten er nodig uit, hè, schat. Maar ze lagen nog lekker te slapen, hè. Ja, ook dat nog. Ik moest er helemaal wakker schudden. Hé? Elwing. Elwing. Kom eens. Kom eens. Hé? Ja, mijn meisje, ja. Hé, mijn meisje, ja. Is mijn meisje. Hé? Is mijn meisje. Jij.
Rijka ligt op de bank, hè? Ja. Ja, Rijka ligt op de bank. Hup, zij er ook bij. Geweldig. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag. Doe het met de lach. Probeer ik ook te doen. En we gaan gewoon door met die banaan. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben helemaal back off. En ik ben nog lang niet klaar. Ik heb de kerststakken leeggehaald buiten. Ik heb ze gelijk weggegooid. Ik heb de spullen uit de kerststakken naar binnen gedaan. Ik heb het erop geramd, het is al naar boven. Ik heb gestofzogen. Ik ben met de wc bezig. En daar schrok ik van. Ze zei dat het altijd keurig met je schoon was. Nou, daar legt me meer stof en andere troep in. Dat legt er al langer dan 14 dagen. Dat legt er denk ik wel 3-4 maanden. Waar het ze nooit schoongemaakt heb. Ik denk dat ze alleen nog de wc-pot zelf heb gedaan. En het vloertje. Meer niet. Ja, en de wasbak. Wat je dus zichtbaar is als je op de wc zit. En verder is zij nooit geweest. Mijn doekje was helemaal zwart. Nou, dat mag niet voorkomen als jij op je wc schoon bent. Dus ik ben benieuwd hoe zij het thuis hebt. Ja, mijn knonnen. Ja, ze zet een heleboel kinderen. Wie weet helpen die er een handje, maar ik weet het niet, maar ik moet er nou niet tegenkomen, hè, die vrouw. Absoluut niet. Want ze is voor mij. Ja, jeetje mina. Maar oké, ik ga weer verder, want ik wil het klaar hebben. Ik moet nog dweilen. Dus ja, en ik vond nog, ja, ik moet deze tas nog uitzoeken, want daar heb ik ook van alles en nog wat in. Dus dat moet ik ook nog even doen. Hup, daar maar op. Op de doos. En dan gaan we zo beginnen in de wc te dweilen. De gang. En dan ga ik zo de keuken in. En dan, ja, ik zet de deur ook open. Ik heb het wc-raampje open. Dus ja, ik kan het gelijk snel opdrogen. Dus ik ga even verder, lieve vrienden. Want het moet gedaan worden. En stoffen, nou, ik doe dat toch met een vochtige doek. Dus dat warrelt niet omhoog. En dat kan je in alle steelte doen. Dus ik zeg, lieve vrienden, het is nou even inmiddels 17:36. Dus ik ga nog even lekker even door totdat het netjes en schoon is. Ik zou zeggen, dat straks. En geniet van jullie avond. Nou ja, van jullie eten, laat ik het maar zeggen. Ja, smakelijk eten. Bon appétit. En tot later. Doei. Zo, lieve vrienden. Hè. Ik heb eindelijk een bakje koffie staan. Mijn tweede voor van. Ja, middag. Het is al avond. Maar beneden is de boel klaar op de aregna. De afwas dus. Maar ik ben kapot. Ik moet nog eten. Ik moet de meisjes nog weer uitlaten. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Dus nou is mijn prioriteit. Eerst zometeen naar de koffie de meisjes. Dan eten. Dan de vlog. En die vaatwasser, nou ja, die kan ik ook tussendoor doen als die vlog aan het renderen is, et cetera. Ja, we zien wel hoe het ruilt en zeilt. En beneden is het in ieder geval verder schoon. En daar ging het mij ook om, hè. Ja, ik heb alles schoon gestoft gedaan. In de vorige stofhogen gedweld. De wc, de hal, alles is schoon. Ja. En de wc, nou ja, zover ik kon reiken, is het allemaal al schoon. Ja, en dat was allemaal vies en zwart. En het raampje heeft, geloof ik, ook nooit niet een keer gelapt of wat dan ook. Nou ja, dat raampje moet je toch ook schoonmaken van de wc. Ik heb een raampje die ik kan open en dicht. Ik heb hem ook open gehad, vanwege dat het sneller droogt. Maar mijn hemel, het was daar zwart. Dat hele raampje was gitzwart. Nou, ik denk, mijn hemel. Dan ben je ook niet goed bezig geweest. En dan vraag ik me af, hoe heb je het thuis? Ben je ook zo'n zwijn? Nou, ik niet. Ik hou er niet van, weet je. Maak het schoon en doe het goed. Ja, ik weet wel, je hebt maar anderhalf uur. Maar in die anderhalf uur, als jij een wc moet schoonmaken van jou, de vrouw des huizes, of je doet het uit jezelf, of wat dan ook.
maak het dan schoon. En het hoeft niet iedere week. Het hoeft niet elke twee dagen dat je in de week hier bent. Nee, al is het maar bij wijze van spreken. Even één keer in de maand dat je alles even helemaal meeneemt. En dat heeft zij niet gedaan. Dat is gewoon vluchtig met een doekje er langs klaar. En dan gedwijld. Nou, nee, doe het dan even helemaal. En niet alleen nog wat het oog ziet. Nee, ik hou daar niet van. Ik heb dit zelf nooit gedaan op deze manier. Ook heb ik vroeger in de schoonmaker gezeten. Ik heb kantoren schoon moeten houden. Ik heb wc's schoon moeten houden. Ik heb kantines schoon moeten houden. Nou, dan moet het allemaal schoon. En niet met een vluchtig doekje hier en daar langs. Nee, maak het schoon. Ja, punt. Ah, en ik heb ook wel... wat was dat? Oh ja, ik heb bij een vrouw en een meneer in huis gewerkt. Ze hielpen dan zelf wel mee, want die man die werkte heel veel in de tuin en zij zelf ook. Maar ze hielp mij ook mee, omdat ik nog toen destijds maar een kind was nog. En zij heeft mij dus de kneepjes geleerd hoe ik het moest aanpakken. En toch vlug en toch schoon en netjes. Ja, doe het goed. Als jij dit werk doet, moet je het goed doen. Punt. Ja, maar dat kunnen ze niet. Maar nou ben ik back af en het zit me gelijk op mijn stem. Ja, ik heb droge mond ook, maar ik heb koffie staan. Ik ga ook even water drinken. En dan ga ik straks, als de koffie op is, mijn meisjes even uitlaten. En dan voor mezelf zorgen. Ik ga lekker een patatje maken en ik heb een bakje met stoofvlees. Dat er lekker bij. Dus ik ga lekker smikkelen en smullen. Ja, 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 ja. Dat komt helemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en geniet een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden. Ja, en ik ben weer aan het werk geweest, want de vaatwasser die draait. Ja, en ik lieg niet. Nee, want ik een hekel aan. Maar ik laat het jullie even zien. En voilà, het is een schoon. En die draait. Dus ja, enkel die kant moet nog schoon. Maar ik ben zat en daarbij, het is 8:30. Is zo. En tenminste zo goed als. Had je wat te vertellen? Had je wat te vertellen, meisje? Hé, had je wat te vertellen? Ja? Moet je even mopperen? Of had je wel weer meepraten? Hé? Maar in ieder geval, nee, even zien. Ja, 20:26, dus wat zeg ik, 8:30 bijna. Kan jou niet nadoen hoor. Nee, dat gaat het hem niet worden. Hè, meisjes. En Elwin die kan zo lekker meepraten. Hè? Ja. Hoppie. Nou, wees stil. Ga je niet meer praten dan? Nee? Doe je dat niet meer? Oh. Ga je niet meer praatjes doen? Nee, niet zoveel praatjes. Hm? Nou, dan niet hoor. Ja, het hoeft niet. Het mag. Het mag. Ja. Het mag alleen. Dus ja, dat dus. En ik ga nou zo beginnen met een vlog in elkaar te zetten. En dan die, als die klaar is, kan die weer naar YouTube. En ik ben helemaal zat. Dus ja, ik wens jullie trouwens ook allemaal nog een hele fijne, liefdevolle avond toe met z'n allen. En ik zou ook zeggen, laat op de avond natuurlijk allemaal lekker slapen gaan. En om morgen, de maandag, er weer fris en monterend tegenaan te gaan. Want ja, morgen moet er weer heel veel gedaan worden. Er moeten mensen naar het werk, er moeten kinderen weer naar school, noem maar op. Dus ja, weer vroeg bij tijd uit jullie bed vandaan zien te komen. Dus ik zeg, slaap lekker, welterusten, een hele fijne, liefdevolle nacht. Samen of alleen, maakt niet uit.
gewoon slapen. Dus ik zeg tot aan de andere kant van de nacht. Your heart.